Vandaag wil ik het hebben over de basis van ons afweersysteem. Want dat is ongelooflijk interessant als we bedenken hoe dat eigenlijk ontstaan is. Want ons afweersysteem is eigenlijk, het woord is eigenlijk fout gekozen. Het is, we moeten dat eigenlijk veel sympathieker zien. Want afweer, dan krijg je een beetje het idee van dat je iets weg wil drukken. En als je goed weet waar dit systeem oorspronkelijk vandaan komt, dan moet je het veel meer zien als een eigenlijk een heel vriendschappelijk systeem. En dat komt toen het leven begon, en dan hebben we het over zeg maar het meercellige leven, toen dat zich begon te ontwikkelen. Dan hebben we het over 520 miljoen jaar geleden in het Cambrium tijdperk. Toen waren er al bacteriën en virussen en toen dat meercellige leven zich ontwikkelde, hè, met iedere evolutie, met iedere door de jaren heen aanpassen, ontstond de mens. Maar de mens ontstond samen met de microben. Hè, met de hele kleine wezentjes hebben ze als het ware samen die evolutie doorgemaakt. En zich steeds verder ontwikkeld. Maar ook, ze hebben echt vriendschap gesloten vanaf het begin. Want ons afweersysteem, ons immuunsysteem, bestaat uit de samenwerking tussen onze cellen en de microben. Het kan niet zo zijn dat wij helemaal steriel zijn. Dat er is één moment, tenminste één moment, zeg maar, de ontwikkeling van een kind in de baarmoeder. Dat is eigenlijk het moment dat je nog kunt spreken dat je steriel bent. Maar zodra als je wordt geboren en je krijgt de moedermelk, dan krijg je meteen met die moedermelk, als het ware, wordt de cultuur gelegd voor je intestijn, voor je darmen. Want je vertering kun je alleen maar doen dankzij die samenwerking met die microben. En daar zijn we eigenlijk nog maar heel recent achtergekomen dat dat zo ontzettend verweven is. En natuurlijk wisten we wel dat we bacteriën nodig hadden om bepaalde verteringen te doen, maar dat dat zo verfijnd en op zo'n hoog niveau zich afspeelt en in zulke aantallen, dat is nog maar heel recent. Want als je nagaat, hè, wij denken dat we zijn wie we zijn door ons DNA. Hè, we hebben een humaan genoom, hè, alle genen van, stel je voor, hè, je ziet mij nu, al de genen van mij, hè, dat is maar een fractie van degene die ik bij me draag van de microben. Dat is, dat noemen ze dan ook het microbioom. Dat is 100 maal groter als mijn menselijk genoom. Dus wie maakt er nou uit wat er gebeurt? Dat is heel interessant als je dat goed, als je daar goed over nadenkt. Dat we dus zo afhankelijk zijn en zo beïnvloed worden door de microben. Ze waren er eerder dan wij. Hè? Ze waren er al veel eerder. En zeg maar, ze waren er al, schattingen zijn er 550 miljoen jaar. Hè? Maar wij zijn als het ware het meercellig leven ontwikkelde zich vanaf 520 miljoen jaar geleden. En we zijn er nog steeds met elkaar. En dit zijn dus de aantallen waar we aan moeten denken als we het hebben over ons immuunsysteem. En dan heb je het eigenlijk niet over afweer, maar dan heb je het eigenlijk over, nou, je zou bijna kunnen zeggen, een love story. Want wij zijn afhankelijk van de microben en de microben zijn afhankelijk van ons.
Wij hebben een symbiotische samenleving. Wij worden gekoloniseerd door microben. En boeiend is ook dat geen mens heeft dezelfde cultuur, hè? Ik heb het over intestijn, geen mens heeft dezelfde cultuur. Net als dat je vinger, hè, je vingerafdruk uniek is, is ook jouw, zeg maar, jouw groep microben die zijn verschillend, van mens tot mens. Wat ook interessant is, is dat je hebt een groep microben bij je, wat bij je past, wat zich helemaal op jou heeft afgesteld en andersom, jij op deze cultuur. En dat heeft zo'n fijne samenwerking dat als je gezond leeft, hè, en eigenlijk allerlei gezonde dingen doet, dan ben je in evenwicht met jouw innerlijke, nou je zou kunnen zeggen, je cultuur, je microbencultuur. Als je drastische dingen gaat veranderen, dan is dat een enorme omslag ook voor jouw microben. Als je bijvoorbeeld regelmatig wisselt van dieet, dan ga je een tijdje dit dieet doen en dan werkt het niet, dan doe je dat dieet en dan dat dieet. Dat is eigenlijk ongelooflijk moeilijk voor jouw microbioom, hè, jouw microbewereld. Waarom? Omdat dat iedere keer verslag is. Het is heel belangrijk, hè, en dat is eigenlijk de basis van de Ayurveda. Het is ongelooflijk belangrijk om eigenlijk heel goed na te gaan wat goed voelt bij je. He, dus echt luisteren naar je lichaam en dan echt, en dan heb ik het over gewoon goed luisteren van waar hou je van, wat voor soort eten, waar gaat je voorkeur naar uit. En natuurlijk probeer je zo gezond mogelijk te leven en te eten, maar dus plotselinge wisselingen, dat is zeker voor je microbenwereld heel erg verstorend. En misschien is dat eigenlijk wel de voornaamste reden dat hoe vaker je wisselt van dieet, hoe lastiger het op een gegeven moment wordt om te kiezen wat er nou wel of niet bij je hoort, omdat die hele, zeg maar het hele evenwicht is van slag. Dus het duurt wel een half jaar, hè, tot bijna een jaar, voordat dat zich weer hersteld heeft. Dus als je vrij veel gewisseld hebt en je weet het nog niet, probeer dan kies dan een voeding wat bij je past en hou dat minimaal een half jaar vol. Pas dan kun je dingen weer in evenwicht brengen. Ik ga je nog wat genuanceerder op in de volgende Whiteboard Fridays, maar ik vond dit belangrijk genoeg om te vertellen, omdat we eigenlijk nog maar heel kort erachter zijn gekomen wat een enorme impact deze enorme grote groep, het microbioom, wat 100 keer meer genen heeft dan het humane genoom per persoon. En dat is iets om eens over na te denken.